Welcome to a new podcast from the Dutch Online Academy. If you would like to download transcripts, visit thedutchonlineacademy.com. There you will also find more information about Dutch learning. Huisdieren in Nederland. Nederlanders houden van huisdieren. Het is fijn om een kat, hond, konijn of vogel in huis te hebben. Wist je dat er ongeveer 30 miljoen huisdieren in Nederland wonen? Dat is begrijpelijk, want huisdieren geven warmte en gezelligheid. Bovendien zijn huisdieren leuk voor kinderen. Op dit moment wonen er ongeveer 2,6 miljoen katten, 1,5 miljoen honden, 1,2 miljoen konijnen, 4 miljoen zangvogels en 200.000 fretten in Nederland. Het populairste huisdier is de vis. Er zijn ongeveer 18 miljoen aquarium- en vijvervissen in Nederland. Ongeveer 60% van de gezinnen heeft één of meerdere huisdieren. Honden en katten zijn al heel lang populair bij Nederlanders. De kat is populairder dan de hond. Veel mensen kiezen voor een kat omdat een kat onafhankelijker is dan een hond. Een hond moet meerdere keren per dag naar buiten en kan niet zomaar een dag alleen blijven. Ook kost een hond vaak meer geld dan een kat. Ongeveer 18% van de huishoudens in Nederland heeft een hond. De Labrador is het populairste ras. Alle huisdieren kosten natuurlijk geld. Gemiddeld kost een dier in Nederland 550 euro per jaar. Dit bedrag verschilt natuurlijk per dier. Een hond is bijvoorbeeld veel duurder dan een konijn of een cavia. Er zijn ook heel veel Nederlanders die geen huisdier hebben. Een huisdier geeft natuurlijk verantwoordelijkheid. Gelukkig kunnen we ook in de natuur van dieren genieten. Er leven ongeveer 500 verschillende soorten vogels in Nederland. En in de bossen leven onder andere herten en zwijnen. Als je geluk hebt, kun je verschillende dieren zien tijdens een wandeling in de natuur. Daarnaast kun je een kinderboerderij bezoeken. Op een kinderboerderij leven tamme dieren, zoals schapen en kippen. Kinderen kunnen de dieren bekijken. Soms mogen ze helpen op de boerderij en de dieren eten geven. This has been another podcast from the Dutch Online Academy. Visit our website, thedutchonlineacademy.com, for transcripts and more information about Dutch learning. Don't forget to subscribe to this channel if you want to stay up to date.